Voorzitter, wie heeft er belang bij de voortslepende oorlog in Oekraïne? Waarom wordt er geen pad naar vrede gezocht? Is het werkelijk verstandig om elke paar weken weer miljarden aan belastinggeld naar Kiev te sturen? De aanvullende steunpakketten die we vandaag bespreken waren oorspronkelijk een hamerstuk. Dat betekent dat de Kamer er niet eens over wilde debatteren. Zo'n beetje iedereen in de Nederlandse politiek, in de journalistiek, in de ambtenarij, in het bedrijfsleven, zo'n beetje iedereen lijkt deze krankzinnige oorlog blind te steunen. Behalve wij. Daarom hebben wij dit onderwerp onthamerd. We hebben gezegd: dit gaat zomaar niet. Terwijl Nederlanders hun boodschappen nauwelijks meer kunnen betalen. Terwijl de benzineprijs een absolute recordhoogte bereikt, stuurt onze regering weer doodleuk 170 miljoen euro naar Kiev. Hoezo? Helaas. De zaal is weer vrijwel leeg. Zoals zo vaak wanneer de echt fundamentele zaken worden besproken. Als er een relletje is, iets om. Gespeeld, verontwaardigd over te doen, iets dat het NOS-journaal haalt, ja, dan zit het vol hier. Maar als het om wezenlijke dingen gaat, zoals nu, zie je bijna niemand. Voorzitter, soms lijkt het alsof FVD de enige partij is die haar taak als vertegenwoordigers van de Nederlandse belastingbetaler serieus neemt. Maar goed, de vraag blijft staan: in wiens belang is deze oorlog? Niet in het belang van de Oekraïners. Niet in het belang van Europa. De oorlog is ook niet in het belang van Rusland. Daarom blijft Poetin alsmaar oproepen tot vredesonderhandelingen, die echter door de NAVO continu worden afgewezen. Is de oorlog dan wellicht in het belang van de NAVO? Of wellicht niet in het belang van de NAVO zelf, maar in het belang van de machten die daar weer achter schuil gaan? Daar lijkt het inderdaad op. En omdat we vandaag spreken over het voorstel om nog maar eens 170 miljoen euro aan Nederlands belastinggeld te sturen naar Kiev, leek het me goed om eens na te gaan waar dat geld dan zoal terecht komt. Is dat inderdaad misschien bij machten die schuilgaan achter de Amerikaanse politiek, achter de NAVO? Zoals ik zal toelichten in deze speech. Blijkt deze zinloze, volstrekt onnodige en door het Westen uitgelokte oorlog vooral een grote welvaartstransfer te zijn. Waarbij het geld van belastingbetalers via ogenschijnlijke hulp of steun aan een land dat feitelijk steeds verder in de put wordt geholpen, eigenlijk overgeheveld te worden naar de zakken van een kleine, cynische en op geld beluste elite. Een medewerker van BlackRock, een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld, formuleerde het onlangs treffend toen hij niet wist dat hij gefilmd werd door een verborgen camera en dacht vrijuit te kunnen spreken. Ukraine is good for business, zo verklaarde hij. Om te vervolgen, en ik citeer: Rusland blaast bijvoorbeeld een graansilo op. De prijs van tarwe gaat als een gek omhoog. Op dat moment pompen wij geld in de aandelen van tarweproducenten. Binnen een uur of twee gaan die aandelen omhoog en heb je miljoenen verdiend. Voor de goede orde voegde hij daar nog aan toe: Het gaat er niet om wie de president is, het gaat erom wie de portemonnee van de president beheerst. Einde citaat. De medewerker van BlackRock liet in aanvulling daarop weten dat het omkopen van een Amerikaanse senator vrijwel niets kost. Een schijntje was, een peulenschil, kortom, vergeleken met het geld dat je via corrupte politici kunt verdienen. Wel nu, voorzitter, laat uitgerekend dat bedrijf, BlackRock, nu. Zijn uitgekozen om samen met McKinsey en JP Morgan een zogeheten wederopbouwfonds voor Oekraïne te mogen gaan beheren. De enorme hoeveelheden belastinggeld die afkomstig zijn van onder andere goedgelovige Nederlanders, die menen hiermee die arme Oekraïners te gaan helpen, zullen dus door deze gigabedrijven worden uitgegeven. Ik ben er niet gerust op. Maar om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk? Laten we daar eens mee beginnen. Sinds de aanvang van de oorlog heeft Amerika meer dan 75 miljard dollar aan belastinggeld naar Kiev gestuurd, waarvan meer dan 45 miljard dollar werd besteed aan militaire zaken zoals wapens en munitie. Vanuit Europa is 55 miljard euro reeds gestuurd. En tijdens de Ukraine Recovery Conference. afgelopen februari. zegde Ursula van der Leyen. nog eens 50 miljard euro extra toe. Waarmee het totaal dus op ruim 100 miljard belastinggeld komt. Volgens het gerenommeerde Kiel-Instituut in Duitsland. zou daarmee in totaal. vanuit Amerika, vanuit Europa. en vanuit enkele andere bondgenoten nog. in totaal. ...meer dan um, 200 miljard dollar aan belastinggeld zijn uitgegeven aan, aanhalingstekens openen, Oekraïne. Want we zeggen wel Oekraïne en aan Oekraïne, maar waar gaat dat geld nou eigenlijk naartoe? Wat gebeurt er met dat geld? Onderzoeksjournalisten Max Bloementaal en Jay Bouwes zochten het uit en presenteerden vorige week in de VN-veiligheidsraad hun bevindingen. Hun schokkende bevindingen, moet ik zeggen. Ze vonden betalingen van bijvoorbeeld 4,5 miljard dollar, zomaar even, om Oekraïnse staatsschulden te betalen. En ze gingen eens kijken, wie had die staatsschulden nou eigenlijk oorspronkelijk dan aan Oekraïne geleend? Van wie waren die schuldpapieren? Van een investeringsmaatschappij genaamd Blackrock. Dat is juist hetzelfde Blackrock, hetzelfde bedrijf. Heel interessant. Zo wordt het geld van de Amerikaanse belastingbetaler dus via politici waarover Blackrock medewerkers zelf zeggen dat ze corrupt en omkoopbaar zijn, gebruikt om schulden af te betalen die Blackrock zelf tegen hoge rentes is aangegaan met een land dat vervolgens door datzelfde Blackrock wederopgebouwd mag worden. Dit is Textboek corruptie. En voorzitter, ik zeg nog maar eens, niemand verder behalve de PVV, niemand in de zaal. Hè? Dit, dit is dus dit, dit is iets wat echt groot is. Dit is wat echt gebeurt nu in de wereld. Het gaat over tientallen honderden miljarden en er is niemand in de zaal. Het is verbijsterend. Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, de huidige president van de Verenigde Staten, ontving al voor aanvang van de oorlog elke maand 50.000 dollar van een Oekraïens energiebedrijf genaamd Burisma. Waarom? Had hij enige expertise in de olie- en gaswinning? Was hij zo handig in management? Nee, hij had helemaal geen baan. Hij was alleen maar lid van de board. En wat kreeg Oekraïne daarvoor terug? Wat kreeg dat bedrijf daarvoor terug? Een Oekraïense aanklager besloot er onderzoek naar te doen. Was hier misschien sprake van corruptie? Nog dezelfde dag dreigde Joe Biden, destijds vicepresident onder Obama, om 1 miljard dollar aan Amerikaanse staatssteun voor Oekraïne in te houden. Zolang die aanklager niet werd ontslagen. Hij voegde eraan toe: Je hebt zes uur om die man te ontslaan. Dan vertrekt mijn vliegtuig weer. En als hij dan nog niet is ontslagen. dan stopt Amerika 1 miljard dollar aan staatssteun voor Oekraïne. De man werd inderdaad binnen zes uur ontslagen. En Joe Biden pochte op live TV over dit succes. En het hoeft geen vermelding waarschijnlijk dat zijn zoon het lucratieve baantje bij het energiebedrijf. Behield. Belastinggeld dat zogenaamd werd gegeven aan Oekraïne kwam eveneens terecht op de bankrekeningen van Canadese mediabedrijven, televisiestations, pro-NAVO denktanks in Polen, onder andere andere Centraal- en Oost-Europese landen, en zelfs bij diverse boerenbedrijven in Afrika. Tientallen miljoenen gingen naar private equity bedrijven. En zelfs werd een betaling aangetroffen van 1 miljoen dollar aan een particuliere ondernemer in Kiev. Eén persoon. Allemaal geld dat onder de vlag van hulp aan Oekraïne feitelijk terechtkomt in de zakken dus, van private partijen, private bedrijven, individuen, die in ruil daarvoor niet zelden. Oorlogspropaganda verspreiden en corrupte politici in het zadel houden. Voorzitter. Onlangs werd het totale Amerikaanse defensiebudget voor 2024, dus voor volgend jaar, vastgesteld. Weet u wat het totale bedrag is? Bijna 1000 miljard dollar. Dat is zo'n 2,5 miljard per dag, inclusief weekends. Meer dan 100 miljoen. Per uur. Dit geld, en ik blijf het zeggen, is belastinggeld. Het wordt opgebracht door hardwerkende, gewone mensen en het gaat naar de grote wapenfabrikanten, waar politici vervolgens weer lucratieve baantjes kunnen krijgen. En dat zal ik ook nog onderbouwen. Neem Tony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken onder Obama. Direct na zijn ambtstermijn zette hij een adviesbureau op, West Exec, dat zich specialiseerde in het binnenhalen van overheidscontracten. Bijvoorbeeld voor de precisieraketten die uh, vliegtuigbouwer Boeing ontwikkelt. Zoals onderzoeker Max Blumenthal in de VN-veiligheidsraad vorige week verklaarde, had Blinken daar bij West exact ook interessante. Mede-eigenaren, die dus de winst van die contracten mede opstreken. We noemen er drie. Evelyn Haynes, directeur van de Nationale Inlichting, Inlichtingendienst van de VS. David Cohen, onderdirecteur van de CIA. En Jen Psaki, die we nog kennen als voormalig perschef van het Witte Huis. Interessant. Allemaal mensen, dus. Met dubbele petten. Eerst starten ze oorlogen, vervolgens geven ze belastinggeld uit aan wapens en ondertussen ontvangen ze over datzelfde belastinggeld riante bonussen via private bedrijven die dit belastinggeld mogen uitgeven. Ook de huidige minister van Defensie van de VS, Lloyd Austin, is met deze draaideur verbonden. Hij beslist in zijn huidige functie als minister van defensie over miljardencontracten voor onder andere wapengigant Raytheon. Maar blijkt tevens voormalig bestuurslid te zijn van ditzelfde Raytheon. Linda Thomas Greenfield, Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, blijkt ondertussen senior counsel te zijn bij de Albright Stonebridge Group, een bedrijf dat overheidscontracten afsluit met Wapenfabrikanten. Het zijn slechts enkele voorbeelden, maar dit is wat we het militair-industrieel complex noemen. Dit is de Amerikaanse. Oorlogsindustrie. Een baantjescarrousel van aan de ene kant politici die honderden miljarden uitgeven aan wapens. En aan de andere kant superinvesteerders zoals BlackRock en wapenbedrijven zoals Raytheon uh, en, en Lockheed Martin en noem het dan maar op. Waar diezelfde mensen baantjes hebben, hadden of krijgen na hun ambtstermijn. Oorlog als verdienmodel. Cynisch, doodeng, maar waar, onomstotelijk aangetoond, vorige week. In de VN-veiligheidsraad. En ik zeg het nog een keer: de hele zaal is leeg. De Tweede Kamer zou behalve de PVV zit hier niet één politieke partij. Dit vinden ze niet belangrijk genoeg. Wel als ze even met een quote het NOS-journaal kunnen halen, maar dit niet. Dit waar het echt om gaat: ze zijn er niet. En wat verbaast dat mij? Wat verbaast het me ook dat de linkse partijen er niet zijn en de linkse pers zich stilhoudt hierover? Terwijl vroeger, in de tijd van de Irakoorlog oorlog van George W. Bush, was hier nog oog voor voor de oliebedrijven van Dick Cheney en anderen die nadat ze een oorlog hadden begonnen en honderdduizenden mensen hadden vermoord, daar ze even ongelofelijke winsten gingen opstrijken. Maar nu, nu Amerika, namens Global Homo, een oorlog is begonnen in Oekraïne. Nu is iedereen stil. Een onthullend rapport van het gerenommeerde Quincy Institute for Responsible Statecraft liet ondertussen zien hoe deze miljardenindustrie achter de schermen ook nog allerlei denktanks uit de grond stampte. Waarvanuit zogenaamde experts vervolgens in de media weer olie op het vuur konden gooien. En zo probeerden om al die Amerikaanse oorlogen nog verder te laten escaleren. Ook in Nederland ken ik zo nog wel een paar gasten die voortdurend met hun handeltje bij bijvoorbeeld BNR-nieuwsradio mogen aanschuiven en daar waarschijnlijk. Dik voor betaald krijgen door onduidelijke partijen met onduidelijke belangen. En heeft iemand er ondertussen wel eens aan gedacht wat de gevaren zijn van het overspoelen van een diep corrupt land als Oekraïne? Dat gelegen is, notabene, in de achtertuin van Europa met al die wapens. Sinds februari 2022 deelden de Oekraïense autoriteiten. Tienduizenden, honderdduizenden raketten, geweren, granaten en munitiepatronen uit onder de bevolking. Alleen al bij één incident, al dus Che Bouw, een onderzoeksjournalist die zich in dit onderwerp specialiseerde. Alleen al bij één incident, op zes kilometer afstand van het centrum van Kiev. werden duizenden wapens uitgedeeld aan iedereen die ze maar wilde hebben. Ongeveer 18.000 draagbare geweren en pistolen met munitie werden uitgedeeld aan ongetrainde burgers. Denk nu eens na over de gevolgen als die wapens in verkeerde handen vallen en via de zwarte markt ergens anders weer opduiken. Enkel anti-vliegtuigwapen zou onze complete samenleving kunnen ontwrichten als de verkeerde mensen zich opstellen in de buurt van een willekeurig Europees vliegveld dat gebruikt wordt voor burgerluchtvaart. Toen de IRA in het Verenigd Koninkrijk in, in, in Ierland werd ontmanteld, had de organisatie. Slechts duizend geweren. Zeven luchttoelraketten, twee dozijn zware machinegeweren en twee ton Semtex explosieven. Dat was de totale inventaris van de IRA-terreurorganisatie. Die decennia lang een existentieel gevaar was voor de Britse staat. Dit arsenaal verbleekt. Bij de hoeveelheid wapens die wij nu dagelijks aan het uitdelen zijn aan vage militiegroepen, ongetrainde burgers, aan iedereen maar die rondloopt in Oekraïne. Stel je de recente rellen in Frankrijk nou eens voor. Indien enkele van die naar Oekraïne gezonden zware wapens bij de opstandelingen terecht zouden komen of zouden zijn gekomen. In de banlieues werd nu al militaire uitrusting gedragen door opstandelingen. De veiligheid van Europeanen komt toch zeer ernstig in gevaar door deze roekeloze, onafgebroken wapenleveranties aan het ubercorrupte Oekraïne. Waarom is dit zo ingewikkeld om te begrijpen? Wij dragen bij aan de creatie van een onmetelijk arsenaal aan illegaal. Wapentuig in Europa met mogelijk desastreuze gevolgen voor de veiligheid van onze burgers. We slopen onze economie door onze energieinfrastructuur uit te hollen en de export naar een van onze grootste afzetmarkten, Rusland, stop te zetten. We sturen miljarden naar een eeuwigdurende oorlog die ons en alle mensen van ons continent, inclusief de Oekraïners, in zoveel ellende stort. Het zijn miljarden die niet terechtkomen bij de Oekraïners. Maar bij het militair-industrieel complex dat zichzelf verrijkt met ons belastinggeld en steeds meer macht en invloed verwerft over een steeds corruptere politieke klasse. Voorzitter, toen de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower aftrad, in het jaar 1961 hield hij een wereldberoemde afscheidsspeech. Je zou verwachten dat de voormalig Supreme Commander van de Geallieerden misschien een militarist zou zijn, een ijzervreter, dat hij zou inzetten op leger, op, op oorlog. Maar het tegendeel bleek het geval. Eisenhower waarschuwde. Voor het fanatieke militarisme, het haviken gedrag. dat zich eigen leek te hebben gemaakt. van de Amerikaanse. maatschappelijke instituties. met name de overheidsinstituties. En dat we in feite. nog steeds zien bij alle. Amerikaanse presidenten. met één uitzondering, namelijk Donald Trump. Maar Eisenhower. waarschuwde voor meer dan alleen. De buitenlandse politiek die het gevolg zou kunnen zijn van dat havikengedrag. Hij zag ook een groot gevaar voor de binnenlandse politiek. De dreiging van het militair-industrieel complex dat op termijn het goed functioneren van de Amerikaanse democratie, de Amerikaanse republiek, zou kunnen uithollen. En mind you, in 1961 was het defensiebudget van de Verenigde Staten omgerekend naar verhouding van de andere overheidsuitgaven... en de grootte van de economie, de helft van wat het nu is. Maar al, toen al was het totale hoeveelheid geld die rondging in de defensieindustrie... groter dan de, de totale omvang van de rest van de Amerikaanse economie. Toen al. Toen al ging er meer geld om in de oorlogsindustrie... dan in de gehele overige Amerikaanse economie. En zoals gezegd, tegenwoordig is die... Defensieindustrie verhoudingsgewijs twee keer zo groot als toen. In 2020 ontving Lockheed Martin, een grote wapenproducent, zelfs meer subsidie, meer overheidsgeld dan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer geld dus voor wapens dan voor diplomatie. Eisenhower begreep dat dit een probleem was. Zou vormen. Dat Amerika ten prooi dreigde te vallen aan een machtsgreep. Ik citeer. Deze samenvoeging van een immens militair establishment en een enorme wapenindustrie. Dus ambtenaren en politici en wapenproducenten. is volstrekt nieuw in Amerika. De invloed hiervan, economisch, politiek en zelfs spiritueel, is in elke stad te voelen. In elke lokale overheid, in elk onderdeel van onze staat. In de regeringsraden, zo ging hij verder, moeten we waken voor het verwerven van ongerechtvaardigde invloed, gewild of ongewild, door het militair-industrieel complex. De mogelijkheid van een rampzalige opkomst van misplaatste macht bestaat en blijft helaas bestaan. Samen moeten we leren hoe we niet met wapens het verschil kunnen maken, maar met verstand en fatsoenlijke bedoelingen. Omdat deze noodzaak zo scherp en duidelijk is, moet ik bekennen dat ik mijn officiële verantwoordelijkheden op dit gebied neerleg met een duidelijk gevoel van teleurstelling. Er zijn nog altijd de woorden van Eisenhower. Als iemand die getuige is geweest van de gruwel en het aanhoudende verdriet van oorlog. Als iemand die weet dat de nieuwe oorlog deze beschaving, die zo moeizaam en pijnlijk is opgebouwd gedurende duizenden jaren, volledig zou kunnen vernietigen, zou ik willen dat ik vanavond kon zeggen dat een duurzame vrede in zicht is. Einde citaat. Maar zo'n vrede was dus niet in zicht. Slechts één president, namelijk de opvolger van Eisenhower, had het lef om te proberen hier iets aan te doen. John F. Kennedy de CIA zou volgens hem moeten worden ontbonden. Hij weigerde om de Sovjet-Unie aan te vallen en om door middel van een false flag een inval in Cuba te rechtvaardigen. Het was ook in die tijd trouwens dat de CIA ik zou willen zeggen voor het eerst een false flag ontwikkelde waarbij vliegtuigen in gebouwen zouden vliegen en dat een aanleiding zou zijn om Cuba aan te vallen. Dit is Wordt er door niemand versproken, dit zijn officiële CIA-documenten. In 1963 probeerde Kennedy vervolgens daadwerkelijk een einde te maken aan de Koude Oorlog. Hij probeerde de internationale verhoudingen te normaliseren en stuurde diplomaten met die opdracht op pad. En juist op die dag dat die diplomaten waren vertrokken uit Washington om een vredesvoorstel te bespreken met de Sovjet-Unie, op die dag werd Kennedy. In koelen bloeden vermoord. Toeval? Een eenling? We weten het nog steeds niet precies. De regering Biden heeft eveneens vorige week, toen al deze informatie over corruptie in de VN-veiligheidsraad werd besproken. Nogmaals, ik herhaal het: het is een onderwerp wat kennelijk niemand van onze Kamer interesseert. Zo so be het. Maar de regering Biden heeft vorige week, toen al deze onthutsende informatie over corruptie naar buiten kwam, verklaard de laatste niet vrijgegeven documenten rondom de moord op JFK voor altijd geheim te willen houden. Het is verbijsterend. Het gebeurt voor onze ogen. We zien het elke dag: het militair-industrieel complex. Is nog altijd springlevend. Het bepaalt de koers van de politiek. Het beslist over duizenden mensenlevens. De Amerikaanse en Europese oorlogshitsers hebben er dan ook alles aan gedaan, dat hoeft ons niet te verbazen, om vredesonderhandelingen in Oekraïne te saboteren. Onomstotelijk is inmiddels bewezen dat Kiev en Moskou in maart 2022. Na een maand van schermutselingen, dus nadat die oorlog een maand bezig was, waren Zelensky en Poetin eruit. Er was een vredesovereenkomst. Het lag op tafel. Met, met potlood had een hoge functionaris van de regering van Zelensky akkoord gegeven. Ook Rusland was akkoord. En direct doken de Britten en de Amerikanen erbovenop. Boris Johnson vloog meteen naar Kiev. De oorlog moest doorgaan. Nooit zouden we gaan onderhandelen. De meest absurde eisen werden vanuit Amerika geformuleerd. Eisen waar geen enkel normaal land en Rusland dus ook niet ooit mee akkoord zou gaan. Met andere woorden, deze oorlog moest en zou vanuit Amerika doorgaan. Voor altijd. En vandaag heb ik uitgelegd waarom. Welke perverse belangen hierachter schuilgaan. Hoe onschuldige slachtoffers, dag in, dag uit, niet alleen in Oekraïne nu, maar in het verleden, in Irak, Afghanistan, Libië, noem het allemaal op. Al die bloedbaden van het Amerikaanse militair-industrieel complex. Hoe daar slachtoffers moeten vallen voor deze cynische praktijken achter de schermen. En tot slot, voorzitter, heb ik hiermee uitgelegd waarom Forum voor Democratie. Vandaag tegen deze zoveelste honderden miljoenen aan Nederlands belastinggeld voor het instand houden van deze absurde oorlog in Oekraïne, zullen stemmen. Dank u wel.